Er is tegenwoordig geen respect voor de doden. Dit zei Gerald Eingaard, vertegenwoordiger van stichting Alakondre Postmortale Zorg, gisteravond tijdens de lezing Alakondre Sabiudide in het buurtcentrum Sibula. Hij vindt dat het wassen van lijken anno 2024 niet meer hetzelfde is als vroeger. Hij benadrukt dat er bepaalde regels zijn bij het wassen van doden die nageleefd moeten worden. Er is geen respect. Ik moet het zeggen, er is geen respect voor de overledenen. Als die overledenen nou macht had, was er veel gebeurd. Men heeft geen respect voor hun eigen overledenen. Hoe behandel je jouw eigen overledenen? Je ziet soms mensen met een korte broek naar de lijk gaan. Mensen gaan gewoon met hun kleren naar de lijk. Ah, ik kan goed doen, ik kan passen. Dat is al geen respect hebben. Hè? Want een overledene, vanaf het moment iemand overleden is, verdient het respect. Uw taak als familie nabestaande is om die overledene zoveel mogelijk respect te geven, dat bij de dag van zijn uitvaart alles goed voor de overledene is. Niet voor de familie, dat ja, wij hebben gouden hemden, wij hebben een limousine gehuurd, wij hebben een gouden kist. Nee, en hoe ziet die overledene in de kist eruit? Steeds als men praat, kan je zeggen, zeker horen. Maar ja, dit is een beetje jong. Postmortale zorg is volgens hem essentieel voor het respectvol behandelen van de overledene en het voorbereiden van het lichaam voor eventuele uitvaart. Hij zegt ook dat er regels zijn voor het bezoeken van een overleden familielid in het mortuarium. Mensen 2024, je kan niet met je mooie kleren, dan ga je weer naar huis. Je wil ook dat je naar de prostituee gaat, je wil ook in. Ik wil ook dat je weer zo naar huis. Ja toch? Ja toch, dat kent u toch? Super postmortale zorg. We komen erbij. We komen straks erbij. We komen straks bij de vragen. U moet dit realiseren. Alles dat je meeneemt is voor je gezin. Wanneer ben je veilig? Wat moet je veilig doen? Ben je de persoon die daar op dat moment moet zijn? Is het de aflegger of de persoon die zegt, Misabadede, Mimusrabe, of moet er een deskundige ouders zijn? Ik denk liever dat de stichting Alakondre Postmortale Zorg organiseerde deze lezing omdat zij de samenleving wil informeren hoe respectvol om te gaan met overledenen.